Eens even over de stichting. Jij bent op de, de de schepper van de stichting, moet ik dat zo zeggen? Mogelijk met alle mensen die uh, om ons heen uh, ver, verzameld zijn, die hier aan meewerken. Want alleen ben je het gewoon, uh, dan red je dat niet. Ja. Ooit in het verleden samen met mijn vrouw hebben we het opgezet en dat is gaan groeien. En We zijn nu uh, beland op het uh, niveau waar we nu op zitten. En dat doe je dus allemaal bijvoorbeeld? Nou, we proberen de mensen die uh, echt hard hulp nodig hebben om die bij te staan. En het is maar net wat er op ons pad terecht komt. Kijk ik in het verleden. We hebben in de Kosten van Oorlog uh, een compleet gezin opgehaald naar Nederland. Een heel dorp uh, stond erachter. Een huis werd er uh, ingericht, de burgemeester werd erbij geroepen. Uh, niet zo lang geleden met een uh, blinde tweeling, die was te vroeg geboren, toen zijn we naar Amerika geweest voor een oogoperatie. Een, 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 een ja, prachtproject geweest. Uh, heel recent de rolstoelbus van Denny van Boven in Kruil je had een nieuwe rolstoelbus nodig, ook weer een heel dorp gemobiliseerd en nu zijn we aanbeland uh, in Mexico. Ja, wat was nou eigenlijk aanleiding dan van die stichting aan, uh, Mike? Op een gegeven moment ben je betrokken ergens bij en dan denk je van, nou daar gaan we in helpen, maar dan loop je tegen officiële punten aan. Officieel dat houdt in, je moet alles boeken. Dus hoe ga je dan te werk? Officieel de stichting in laten schrijven, acten op laten maken, een bestuur vormen. Bankrekening openen, uh, daar een controlerende functie op loslaten. Dus aan alle kanten ben je gewoon ingedekt. Open transparante boekhouding voeren en noem het maar. Ja, ja. het is eigenlijk meer om uh, dat jullie officieel zijn geworden, meer om uh, bijvoorbeeld uh, uh, dat je, zeg maar, uh, hoe is het te zeggen? Dat je een dubieus iets. Uh, dat wil ik, ten koste van alles wil ik dat voorkomen. Ja. Ja. Maar wat was dan de echte directe aanleiding dan? Je zegt, uh, je wou ergens iets mee gaan helpen. Het is ooit in het verleden uh, gebeurd. Ik heb zelf, ben ik 15 jaar chauffeur geweest op de Oostbloklanden, Kazachstan, Oezbekistan, uh, noem het maar. Ja, dan zie je daar een hele hoop. Ja, ja. Uh, je leert er een hele hoop van. En als ik het me goed herinner, Isa Abazi, dat was een vluchteling van de Kosovo-oorlog... die uh, heeft een brief gekregen van het Rode Kruis dat zijn broer en zijn moeder die waren doodgeschoten. Op een gegeven moment zit hij op een Duitse zender te kijken. En hij woonde twee deuren verder. Daar heb ik hem ook horen schreeuwen. Dus we liepen er naartoe van wat is hier gaande? En toen zag hij op de Duitse zender zijn broer en zijn moeder de grens oversteken. Die leefde nog. En ja, daar hebben we toen uh, het hele dorp mee gemobiliseerd. En die mensen zijn naar Nederland gekomen. Uh. En wat, wat bedoel je met het hele dorp uh, gemobiliseerd? En, en, en... Ik woonde toen de tijd in uh, Bunschoten Spakenburg. Nou, de burgemeester die stond erachter, die heeft een huis beschikbaar gesteld, uh, voedselpakketten ingezameld. Uh, we zouden eerst met een luxe busje gaan. Of een, uh, een uh, personenbusje. Nou, dat werd op een gegeven moment een bus. Die werd beschikbaar gesteld door de busdienst in Amersfoort. Maar we kregen zo verschrikkelijk veel hulpgoederen aan kleding, aan voedsel en weet ik het wat allemaal. Ik geloof dat we 35 ton hadden. Nou, toen we, uh, zijn we maar met een vrachtwagen gegaan. Oké, okay. <laughs> een beetje de sneeuwbaleffecten. Ja. Hoe het dus een, een, een stichting kan ontstaan, dan hebben we dus over de stichting Hun Help uw Naasten. En we gaan nu praten over eigenlijk een, een actie en dan hebben we het over Kerkactie Mexico. Aan tafel zit ook Lub Loosman. Goedemorgen uh, Lub. Goedemorgen jongens. Um, wat kun je vertellen over Kerkactie Mexico? Nou, kerkactie Mexico. Uh, ik heb natuurlijk in het verleden zo verschrikkelijk veel acties gedaan. In Afrika vooral. Brazilië, Namibië en Zuid-Afrika. En, Zuid en um, toen enkele weken geleden uh, kwam uh, Mike van Beek mij op spoor. Hij kreeg een tip van uit Urk. Hij zegt, uh, nou, uh, je moet eens dus met Lub Loosman gaan praten. Dat is een... Uh, een Urker van geboorte. En die spreekt ook de Urke taal. en die spreekt buitenlandse talen. En uh, ja, probeer die daar eens bij te betrekken. Dat is een man met ervaring. Die weet hoe je dus met die projecten in het buitenland om moet gaan. En zo ben ik er eigenlijk bij betrokken. En uh, ik heb uh, tekeningen gekregen. Ik heb begrotingen gekregen, omdat ik dus. Aannemer geweest ben vroeger en uh, dat ik toen gekozen heb om de missie uh, te werken en terecht te komen. Een bijbelschool hier in het zuiden van het land. En uh, zo kwam Mike van Beek op mijn pad om te vragen of ik mij in wilde zetten voor uh, kerk in actie in Mexico. Daar blijkt dus een half afgebouwd kerkje te staan met een plastic dakje eroverheen. Waar de mensen toch proberen het woord van de Heer te horen en daar kerk te houden. En Mike is daar geweest op vakantie en heeft die uh, toestand daar gezien: een kostenswonnetje wat een, wat een bouwval is. En hij heeft gezegd: uh, wil jij daar niet aan meewerken? Nou, ik heb een speciaal hart daarvoor, voor dit soort acties omdat ik zo verschrikkelijk veel uh, gevoel heb voor mijn medemens, voor mijn medemens in nood, ook mijn geestelijke medemens. Toen heb ik uh, ja gezegd om, om hier aan mee te werken. En, en ik hoop dat de Heer mij dus de gezondheid en de kracht geeft. Om dit project straks daar in uh, Mexico te mogen volbrengen? Nou, dat, dat uh, klinkt in ieder geval hartstikke positief. Maar dat betekent ook dat er geld in het laadje moet komen. Want het afbouwen van een kerk daar en van een plastic dakje. zal de nodige euro's gaan kosten. Um, hoe gaan we die euro's uh, op tafel krijgen, uh, Mike of Lub? Vullen ze in? Nou, dat is natuurlijk op dit moment de grootste item... ...en dat is met iedere acties is dat zo geld. Zonder geld kun je eigenlijk natuurlijk helemaal niks opzetten. Er zijn wel een uh, hele hoop toezeggingen... ...ook uit Urk, uit het bedrijfsleven... ...maar er is op dit moment rondom 18.000 euro binnen... ...en wij ver... ...vermoeden dus dat er ongeveer een 40.000 euro op tafel moet komen... ...voordat dat project gerealiseerd kan worden. Wij hopen dus dit, uh, deze mijlpaal te kunnen halen... ...om 1 november daar te gaan... ...zodat de mensen met de kerstdagen daar in een af, al afgebouwde kerk... Dus, ...de liederen van de heer, de kerstliederen kunnen zingen. Dat, dat is eigenlijk dat, ons doel. Dat is een hele strakke deadline... Dat is een hele strakke deklijn. Want, en, want uh, we praten nu vandaag 6 oktober. Dat betekent dus dat in minder dan een maand, dan reken ik even... dus 50.000 uh, 50 euro min, uh, min 18, dat is 32.000 euro, moeten nog op tafel komen. Wij hebben, en dat, dat, is, dat is waar wat u zegt... maar wij hebben natuurlijk een, een grote heer boven ons staan... en daar hebben wij ontzettend veel vertrouwen in dat de heer ons niet in de steek zal laten en dat hij ons leiden zal en dat hij ons verder zal helpen. Nou, ik ga nog even naar Mike. Mike stelt dus dat mensen dit horen en die, die zeggen van... nou, we willen die actie uh, in Mexico willen wij ondersteunen. Echt geldelijk, dus ondersteunen. Uh, wat kunnen ze dan doen? Nou, ik denk dat uh, wat wij sowieso doen is op de website... daar staat de hele actie omschreven, Er staan ook de voorgaande acties op. Wat wij op dit moment doen is elke dag, dat kunnen ze vinden onder Sponsorloop... Uh, er staan uh, alle actuele zaken op vermeld, de status van de actie, uh, hoe we te werk gaan, wie we benaderd hebben. We hebben diaconieën hier op bedrijfsleven. Uh, we hebben organisaties benaderd, brieven geschreven. We zijn gewoon open en transparant. Alles staat erop. Is ook te downloaden, is allemaal te lezen, foto's, uh, krantenknipsels, je noemt het maar. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dus dat is de website in ieder geval www.helphun.nl nu. En stel nu eens dat er mensen nadat nou, ze dit gehoord hebben, of, want er was ook een artikel van de Week in Turkland, en die hebben daar nog vragen over. Wie kunnen ze dan bellen? Waar moeten ze dan terecht? Uh, is ook allemaal in uh, voorzien. Als ze onder contact klikken op de website, daar staan alle bestuursleden op. Uh, en daar staan ook telefoonnummers bij. En mijn telefoon, die staat op dit moment even uit, dus even geduld. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, maar dan zometeen uh, na de uitzending, dan staat hij weer uh, linea recte aan. En ik heb hem eigenlijk alleen maar op zondag tijdens de erediensten heb ik hem uit. En voor de rest 24 uur per dag ligt hij naast me. Nou, okay. ik, 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 ik zie dat er nog een, een briefje over de tafel gaat. Dan kunnen we, Zullen we daar dan mee afsluiten? Uh, ja, dan, de briefje is uh, eigenlijk een, uh, een opmerking. Want we zijn hier op Urk natuurlijk uh, wezen rondlopen. Mike van der Beek was niet bekend. Maar Johannes Spoelstra, dominee Westerink, uh, Jelle van Veen van DCD, Mart Boller van uh, Vastgoed en uiteraard Lup. Die mogen ze allemaal benaderen. Deze mensen heb ik zelf benaderd. Of ik hun naam mocht noemen in dit project. En dat was absoluut verder geen probleem. En de Gibo-groep optreden als registeraccountant in de vorm van Henk de Haan. Ja, en voor de rest uh, is er informatie nodig. Aarzel niet. We lopen nog steeds op Urk. We zijn nu uh, drie weken bezig. En als de mensen toch nog een beetje te veel geld in de zak hebben. En zeggen van, <laughs> dit vertrouwen we. <laughs> ik zou gewoon bellen. <laughs>